allemaal, welkom terug bij de Binding of Isaac Rebirth. We gaan vandaag even wat challenges doen, daar heb ik zin in. Laten we beginnen met... Zullen we doen... Head Trauma? Ik weet niet wat deze is. What the fuck? Sure. Dit is truut raar. Maar hey, het gaat uiteindelijk wel grappig, denk ik. Oké, met charging enemies is dit niet echt leuk. Poison Touch, dat is wel handig. Als ze nu charge en we raken, krijgen ze damage. Mikt alleen voor geen meter. Ik heb ook maar een half hartje nu, dus het gaat nooit goed komen. Geef me help. Dankjewel. Geef me ghost heart. Toppie. Ik weet dat soul hearts zijn, hou je mond. Go, 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 go. Ik krijg nu last van mijn tuin, jongen. Dat is wel echt fucking lastig. Jee! Ah, dit gaat wel lastig. Ik krijg wel last van mijn hand hiervan. Zit even mijn duim zo weer te draaien. Ok, dat was in ieder geval level 1. Fuck. Ik vind er maar geen hol aan. Fuck dat. Kleine charge dingen zijn zo hinderlijk nu. Ik kan ze niet hitten. Spinnen zijn dus serieus gewoon... Eigenlijk gewoon mijn dood. Oké, we hebben wat vliegjes. Dat was dom van mij. Dat lag puur aan mij. Tuurlijk kan ik hier niks kopen, Matthias. What the fuck probeerde je? Aan de andere kant, item rooms gaan er toch niet zijn. Zo. Oh.
Ik wil eigenlijk gewoon even dit doen. Dat ziet er cool uit. Zo. Nou. Monstro, gedood. Sterf. Yeah. Eerst mijn shot speed up. Oeh, nog sneller. Die wil ik, en die wil ik, en die wil ik ook wel. Ik weet niet precies hoe dat doet, maar staat stoer. Sterf, 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 dankjewel. Gaat het nog best goed, jongens, toch? Auw, oké. Dat is ook een optie. Jij gaat dood. Ik ga gewoon hier staan. En daarmee vermoord jij indirect jezelf. Hier was niks. Daar is ook niks, Matthias. Ah, tering. Oké, de Hanged Man. Heb op dit moment niet zo gek veel aan. Maar hey. Gaat best goed, toch? Volgens mij wel. Op de duur wordt het dan beter om te besturen, nu ik ongeveer de techniek ervan heb, denk ik. Hoewel die spinnen nog steeds irritant gaan worden, denk ik. Maar hey, je kunt niet alles hebben in dit leven. Ok, piep. Zo. Oké.
Doe het even zo. Gaan we gewoon hier staan. Kunnen we er duidelijk sneaky bij komen. Hou op met bestaan, oog. Zo. Dat ding heeft of heel veel health, of ik doe echt zo weinig damage per keer. Oké, HP up. Nice. Hoe ver moeten we nog? Ah, we zijn er al bijna. Nog twee verdiepingjes. Het valt best mee. Het valt niet mee. I remember this. Ik weet niet wat het doet. Auw. Pretty fly. Zoiets. En dan nog de laatste. Oké. Het valt nog best mee hoe moeilijk het is. Dat meen ik niet trouwens. Het is echt verrekte kut. Maar hey. Het gaat best goed verder. Zullen jullie nou eens even allemaal doodgaan, hè? Zo. Gewoon zorg dat overal wel een balletje komt. Oh, deze dingen gaan echt heel kut worden. Lock up. Fuck it. Oké, dan gaan we hier even in. Domme. Hey, dat is handig. En dan doen we hier nog een bom tussen. Zo. Jij is even dood. Goed zo. Jij is dood. Jullie allemaal zijn even dood. Ik zou het heel erg waarderen als jullie allemaal zouden willen sterven. Ja.
Godsamme. Gestoot, dankjewel. Komt dat door RD Member Dies? Denk het. Door dat game ding linksonder. Zal haast wel daardoor komen, of niet? Deze bos is best irritant. Kan ik je vertellen? Als je juist even jezelf van kant maakt, hè, beestje? Zou ik het zo erg waarderen? Ja, niet normaal, man. Oké, en dan jij even dood. Jullie wel. Oké, even twee. Oké, nog twee verdiepingjes. Deze zit wel een stuk langer dan die andere keer dat ik challenges deed, of niet? Oh, rook. Praat tegen me op Steam. Gelukkig kunnen jullie het niet zien, maar... En dan komt mijn mobiel trilt er ook door. Shame jij back. Ham nam 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 nam. Ja, dat moet wel dat ding onderin zijn. Het is fucking Pac-Man. Poppetjes worden allemaal blauw. Als in, dat werden de spookjes ook in Pac-Man. En ik heb eigenlijk Pac-Man back en zo. En ja. Oh, leuk dit. Dit is te doen en zo. En als je even jezelf van kant zou maken, dat zou ik nog best wel waarderen namelijk. Zo. Oké dan. Oké dan, dat is makkelijk. Hier was het in ieder geval niet, maar we kunnen wel de kist openen. Dat scheelt heel weinig. Oh yeah. En dan gaan we even nog meer bommen halen. Die kan ik nog best wel gebruiken in bossfight, denk ik me nu. Ah, nee. Oh, nee, 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 nee. Nope, 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 nope. Oh, die is mooi. Oké,
Ik ben het hier niet mee eens, jongens. Ga jij eens even jezelf dood maken of zo? En jij? Jij schiet zeker zo'n straal al niet eens. Oké. Okay. Zie je, het valt best mee. Zag ik dat ik hier sowieso ten onder ga. Ik leg hier neer. Oké, okay, kan ik nog iets uit deze schedels halen? Oh, hallo buddy. Nooit een buddy gehad uit zijn schedel eigenlijk. Alleen nog maar Evil Hearts of Devil Hearts of. Weet je wat het ergste is? Het maakt geen fuck verschil. Suck it, beest. Auw. Oké, okay, die bos begint nu wel een beetje gevaarlijk te worden, zeg maar. Oké. Okay. Oké. Okay. Daar kom ik heel goed vanaf. Caves 2 toch? Dabs bedoel ik. Social Dark, zoals ik uit de Night uitkomt. Yep. Ah, kom op! Fuck. Dit is nog best moeilijk. Oh, alles gaat zo. Ook die bom. Leuk. Het wordt er niet beter op deze manier, spel. Fucking anderhalf hartje en ik moet zo tegen een man vechten. Ja, tuurlijk gaat het lukken. Tuurlijk. Nee. Kijk, ik heb één hartje en ik moet zo tegen een man. Half hartje. Ja, dat gaat toch nooit lukken, man. Verdomme. Nou. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.